Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van dinsdag 5 februari van Weerplaza. Vandaag is het rustig en vrijwel droog onder invloed van een hoogdrukgebied boven het Alpengebied. Storingen die liggen nog ver weg, maar morgen nadert er een vanuit het westen. Dat is goed te zien op de weerkaarten. Morgen zal het in de loop van de dag gaan regenen en daarna begint een wisselvallige periode. Vandaag is het echter nog rustig met een zuidwestelijk wind, hooguit windkracht 2 tot 3 vanuit het zuidwesten dus. Het is vanochtend nevelig en bewolkt. Vanmiddag breekt in het noorden mogelijk de zon even door. Op andere plaatsen blijft het overwegend bewolkt. De temperatuur stijgt naar 6 of 7 graden en dat is aan de hoge kant voor de tijd van het jaar. Vanavond is het ook overwegend bewolkt. Het koelt af naar 2 graden in Limburg tot 4 graden in de westelijke provincies. Later in de avond en vannacht gaat het vanuit westen uit regenen. Morgen ziet het er anders uit. Bewolkt en van tijd tot tijd regen of motregen. Bij 5 graden in Groningen tot 8 in het zuiden. En dat is uitermate zacht voor de tijd van het jaar. En daarbij staat een zwak tot matige zuidelijke wind. Donderdag hebben we veel bewolking en van tijd tot tijd regen in de ochtend en begin van de middag. Later blijft het droog. Het wordt dan 8 of 9 graden. Op vrijdag in het weekend stijgt het kwik naar 10 graden. Het blijft echter wisselvallig met van tijd tot tijd regen. Vandaag echter een droge dag, dus geniet ervan. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.